Bij de rechtbank in Den Bosch kreeg de man die politieman Jeroen Leuwerik doodreed op de A270 bij Nuenen... twee maanden cel en 240 uur taakstraf opgelegd. Tot groot onbegrip van de nabestaanden. En mensen die, die elke dag hun leven wagen, dat heeft Jeroen ook gedaan, ze leven wagen in gevaarlijke omstandigheden... Om... Om de weg uh, uh, veilig te krijgen voor andere weggebruikers. En dan kom je met uh, zo'n straf uh, aan. Ja, ik vind het echt een belediging voor de, voor de familie en voor de rechtspraak. Op 24 oktober 2020 gaat het mis. Agent Jeroen Leurink wil een dode das van de weg afhalen. Maar wordt zelf aangereden. Achteraf blijkt dat de verdachte tijdens het rijden met zijn telefoon bezig is. Normaal staat er acht maanden cel voor een ongeluk als dit. Maar de rechtbank heeft de gevolgen voor de verdachte mee laten wegen in de straf. Dat hij ook zelf te ondergebukt gaat, mogelijk zijn baan kwijtraakt. Uh, in therapie ook is uh, gemoeten, zelf niet heeft kunnen werken door uh, wat er gebeurd is. Maar van spijt was weinig te merken, vinden de nabestaanden. En dat steekt. Op geen enkel moment is ons geworden dat hij het brouw heeft over die, uh, over die zaak. En uh, ja, dat snap ik, snap ik ook niet. Ik. De, de, ja, ik... Op de, ja, vandaag snap ik even niet hoe het, recht, uh, hoe het rechtssysteem in Nederland in elkaar zit. En ook het Openbaar Ministerie vindt de uitspraak onbegrijpelijk en zegt dat hij geen recht doet aan wat er gebeurd is. Het OM gaat in hoge beroep.